Goedendag, ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland, maar uit de bewolking valt hoegenaamd geen regen, het is dus eigenlijk vrijwel overal droog. Zeer lokaal kan er een spatje vallen, heel af en toe breekt ook de zon door, maar de bewolking, nogmaals, die heeft de overhand. Temperatuur rond 11-12 graden vanochtend en vanmiddag wordt het dan zo'n 16 à 17 graden. De zon schijnt dan het vaakst in het noordoosten en oosten en in het westen wordt de bewolking steeds dikker en kan wat vaker wel een spatje regen of motregen vallen. Vanavond gaat het vanuit het westen dan geleidelijk echt regenen. Dat regengebied trekt heel langzaam het land in en bereikt het oosten pas in de nacht. De wind neemt aan zee toe naar vrij krachtig of krachtig. Morgenochtend trekt de regen langzaam weg, daarna breekt de zon door, maar gaan er ook buien vallen en daarbij is er ook kans op onweer. Warm wordt het niet, temperaturen liggen rond 16 graden en er waait een stevige zuidwestenwind. Woensdagochtend is het eerst droog met zon, later op de dag komen er weer wolken en buien en ook dan gaat het weer fors waaien. En op donderdag en vrijdag houden we wisselvallig weer, maar de temperatuur gaat wel iets omhoog, die komt dan rond 19 graden te liggen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.